It's all I wanna do. Justin, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van de Friends vs. Subserie hier op mijn kanaal Justin. Vandaag ben ik hier weer met je boy Simon. Yo! En wij gaan weer GTA spelen natuurlijk weer met de crew members. En we beginnen hier met de allereerste race voor vandaag, namelijk Race Moss Massive Wallride. Ik speel weer met mijn hele mooie T20 natuurlijk. Met deze gekke toeter erop. En we gaan natuurlijk kijken, Simon, of wij weer kunnen gaan winnen van de subs. Nou, dat hoop ik wel, ja. Die doe ik zo open. Heeft nog maar bestandje opengooien van de score op dit moment. Staat op dit moment 3-1 voor ons. Oh, dat gaat, en we gaan natuurlijk kijken lekker. Of we deze voorsprong een beetje voor kunnen gaan zetten. En wie als eerst naar de 20 winst kan komen. En we gaan natuurlijk gewoon kijken wat we kunnen gaan doen. Holy shit. Die black man die vliegt bij mij eroverheen, jongen. Ik heb gelukkig geen GTA aanstaan. Ik ben wel blij met deze race. Ik zat 10e. Kijk, iedereen daar achter me rijdt. Iedereen rijdt daar achter me. Ja. En ik rijd als enigste vorm. Dus als ik deze wall ride haal, dan heb ik geluk! Wow, hekkie. Ik zeg hekkie. Ik heb helemaal geen hekkie. Godverdomme, op 4. Zo, ligt daar voor. Nee. Ik rijd over een steen. Oh, wel gelukkig. Ik kom nog op de weg. Wat zeg je nou? Ik woon op 3 hoog. 4 hoog. 4 hoog? 4 hoog. Hekkie. Oké, wacht even, concentratie. Ik heb hier de wall ride. Ah, ik ga nu richting de wallride, man. Ik heb mijn Centorno gekozen. Omdat die off-road wheelie is. Nooi, ik pleur eronder vandaan. Ik ben fucking done. Ik heb heel die fucking wallride gehaald. Kut. En ik pleur eronder vandaan. Heeft iemand hem al gehaald? Okay. Voor mij wel. Ik hoop het niet. Ja, volgens mij wel. Ja, één iemand. Kut. Ja, die gaat hem sowieso winnen. Ja, echt. Wie is dat? Weet ik niet, man. Ja, Erik weer. Fuck you, Erik. Ja, die Erik die kan wel lekker racen, man. Ik loop de hele tijd voor, let op. En dan haal ik hem nu wel, hè. Ik haal hem nog steeds niet, man. Dat heb ik altijd, hè. Fuck. En ik heb hem. I'm doing it. Nee, godverdomme, pleur op het laatste half. Ja, hoor. Naomi! Mijn oma gaat weg, lekker dan. In de opname. GG. Ja, oh man, kansloos. Ja, ik ga DNF halen. Fucking hell. Ze staan vijfde. Sorry, Leefpack. Spijt me. Nee, rij gewoon zwaar laatste. Mijn ouders aan het schijven. Kan het schijven! Jongen, man. Ik ben aan het racen. Hou je mel dicht. Nee! Zwaar irritant. Loop dan gewoon naar buiten, man. Jongen, man. Ze kan me zo aan irriteren als mijn ouders aan het schijven zijn als ik aan het opnemen ben. En wat de fuck doe jij, Mika? Ik kwam hem neer. Oh. Is Erik al gefinished? Nee, nog niet, man. Ik sta vierde, man. Hopelijk is er wel 2 laps. Voor mij wel. Ik ga. Ah, hij is al gefinished. Laat maar. Geen 2 laps voor ons. Oké, jullie hebben dus een puntje erbij. Lekker wel, jongens. Jezus, man. Ik ben nog steeds bij de wallride. Ja. Echt, net ging die deed het goed. En nu, ja, nu vind ik het zo hard, jongen. Kom. Lekker jongens, jullie hebben een puntje erbij natuurlijk. Ik heb gehaald hoor, GG. Ik wil eerst even finishen. Oh. Bouwt goed. Die man rijdt hier gewoon de garage in. Je te finish. Oké jongens, een puntje voor jullie erbij. Ik zat even opstarten, hier zo, documenten. En dan staat hier, als het goed is voor jullie erbij. Daar staat hij. De subs hebben er nu 1 bij, dus dat is voor jullie 2. En voor ons natuurlijk nog 3, dus we staan 1 puntje voor. Maar jongens, ik hoop jullie ook te zien bij race nummer 2. Oké, welkom back bij race nummer 2. En we gaan gewoon weer met de T20, omdat T20 is gewoon mijn wapen. Ik ga niet mijn wapen, mijn auto. Ja. Lol. Maar het is mijn wapen tegen jullie natuurlijk, want ik moet jullie proberen te verslaan samen met Simon. Maar, ik ga hierna sparen voor die andere. Ik weet even de naam niet meer. Zentorno. Nee, die andere, die nieuwe, niet die T20, maar die andere. Osiris, ja. En we hebben weer een boostje. Oh, ik heb even non-contact aangezet, omdat dit ook weer een wallride is. Deze race is echt chaos, jongen, als je het niet op non-contact speelt. Heb je deze al een keer gedaan dan? Misschien. Ik weet niet, ik heb hem nog niet gedaan, ik heb hem net toegevoegd natuurlijk. Dus, Erik ligt weer eerst. Oh nee, Tom ligt nu eerst. Lekker Tom. Ik rij 5. Maar ik moet even eerst worden. Oké, ik ga remmen hier. Ik tweede. GG. Ik deed een keer goed. Ik ben bang altijd in van die bocht dat als er bij zo'n kutboom staat. Hier, kijk. Daar gaat Tom al.
En dan gaat Erik met zijn rode entity er langs. Ik rij 4. Maar hou je controle. Ik zie de eerste plek gewoon lekker rijden. Hier komt de walrijd al. Nee! De walrijd is best wel snel. En er zijn er 2 in deze race ook. Ja, maar al gedaan, flikker. Maar dat is een voordeel voor ons. Ja, ik hoop het. De eerste walrijd. Hey, Erik valt hem ook. Mooi zo. Nee. Kom op. Oh nee, ik rijd er net onderdoor, man. De eerste walrijd is wel een stuk moeilijker om te halen dan de tweede, volgens mij. Nou, hopen dat... Kak! Niemand heeft hem gehaald nog. Nee? Nee, hij gaat het doen. Weer Erik, hè? Ik rijd nu achter Erik. Erik heeft hem niet, toch? Ja, maar ik heb hem ook gehaald, man. Ik nu ook. Oh, ik crash bij de landing. Dat oh, hij is de bocht uitgevlogen. Ik rijd nu eerste, man. Nice, ik lig vierde. Angelo ligt voor me. Godverdomme, weer Angelo, hè? Altijd ligt Angelo zo wat voor mij, man. En dan zie ik hem rijden, maar kan ik hem niet inhalen. Oh. Lekker, Angelo. Maar nu misschien wel. Bochtje nemen. Kom maar, Angelo. Ik zit achter je. Zo, die Erik die zit echt te in mij zo wat, man. Lekker, Moesa. Moesa zet let op Twitter. Ik ga je ownen, man. Nou, GG, Moesa. Nee, crash, man. Ah, fuck. Oh, lekker voor je, Angelo. Ik ga je tweede, man. Tom staat nu eerste. Oh, en daar komt jij hier aangereden. Ik ben naar binnen. Kijk uit. Waar is die tweede wal? Ik denk hier. Ja, ik zie die wal. Ja, ik ben er. Nee! Oh, mijn controle glitst hem helemaal omdat het een beetje lag is, jongen. Fuck. Ja, ik heb hem! Lekker, Chester. Ik rijd nu tweede, man. Respawn. Nee, ik kom hier niet te respawnen, kak! Nu val ik sowieso uit de lucht. Ja. Ja, ik rijd daar. Zo'n droplul. Ik heb checkpoint, man. Koude, man. Nu lig ik fucking vierde omdat ik geen respawn heb. Ik ga je derde, man. Oh, het is nog een lap, let's go. Ja, ik al. Ja. Nou, nu ga... Kom op, Chester. Nee! Oh, shit! Oh, fuck. Ik ben tegen een fucking gebouwtje aangereden. Je ligt derde. Wie ligt eerste? Die Tom zeker. Arslo. Oh. Angelo, jongen. Ik ga je pakken, vriend. Van welke kant? Vanaf. Ah, Erik, vieze cheater. Wat is er dan? Heeft hij nog... Erik rijdt binnendoor. Oh, wacht. Die walrijd komt er... Nee, kutboom. Altijd weer die boom verpest helemaal. Hè. Ja, hier verneukt de rots voor mij, dit. Kom op, jongens. Vouw eventjes. Kom op. Ja, Angelo heeft hem volgens mij. Eén iemand heeft hem al gehaald tussen rode oranje T20. Ja, ik heb hem ook. Nee! Ik ligt achter Angelo. Fuck! Ja, je Angelo is gecrashed. Lekker, kom op, Chester. Ik rijd nu vierde, man. Ik rijd echt vlak achter hem. Angelo, ik ga je pakken, kom maar. Zo jammer dat er nu non-contact aan zit, anders had ik hem gebombardeerd, jongen. Oh. Ik heb hem gehaald, man. Ik rijd nu derde. Kom op, landen Centorno. Ja, lekker. Perfecte landing. Ik kan gelijk doorrijden. Kom maar door. Angelo end it first. Ja, je rijdt wel een stukje voor mij. Dus moet ik even... Ja, ik heb hem. Ik ben eerste. Nee, hij is weer eerste. Kom op. Ik rijd nu weer de bergen, zeg maar. Oh, wie rijdt voor me? Oh ja, die Mika staat weer stil, man. Ja, het is toch nog contact. Ja, maar... Beetje matig. Nee, ik neuk hem. Nee! Heeft hij hem? Waarom? Ik rij scheef erop. Nee, ja. Heeft hij hem al gehaald, Angelo? Ik weet niet, kijk even. Ja hoor, ze hebben een punt erbij. Fuck off. Kolo, ik mis hem ook weer. Ja. Ah! Kak! Verneuk hem ook, man. God. Jammer zeg, hé. En dan hebben we weer een puntje erbij. Ik race op zich best lekker. Echt ongelooflijk dit. Ja. Ongefucking lofelijk dit. Ja, ik ben tweede geworden, man. Fuck. Kom op. Ga maar even snel dan. Ja, nu haal ik hem. Echt ongelooflijk, hè. Kut gewoon. Echt waar. Ik zweer het je echt gewoon kut dit, jongens. Ach. Jullie hebben weer een puntje bij. Dus dat op dit moment gelijk voor jullie. Het staat 3-3. Maar gewoon de manier waarop het weer gebeurt. Het is gewoon kut, jongens. Dus,
Hopelijk ook zie ik jullie ook bij race nummer 3. Dus tot zo. Oké, jongens, welkom terug bij de ene laatste race. En ik ben vergeten non-contact aan te zetten. En dan is deze race echt erg. Oh nee, man. Want deze race heb ik een keer gezien. In de livestream van Jaroski. Oh, gelukkig. Een andere kart deze echt niet halen. Nee. Oh, we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Het staat op dit moment 3-3 natuurlijk, omdat jullie al twee keer hebben gewonnen. Of één, nee, twee keer. En we gaan natuurlijk gewoon kijken of wat we kunnen gaan doen. We spelen weer met de T20. Als ik nou niet nog een keer eerst word met de T20, ga ik een keer met mijn andere auto spelen. Die gaat dan weer lekker. Ik beuken we tegen Boma. Ik rijd nu 7e, maar iedereen rijdt gewoon als... Ik rijd 9e, dus... voor me. Oh, ik nam de bocht komen. Zo heerlijk. Ik rijd 5e, 4e. Ik loon steeds 8e, maar dat maakt niet uit. Ik rijd 3e, man. Moet die hier rechtdoor of niet? Oké, moet die naar links. Oh... Nee, waarom verneekt deze ene boom het nou weer? Jongen, jongen, ik wil echt mijn controle nou gewoon tanto hard op mijn camera heen gooien, jongen. Nee. Ik rij eerste. Lekker. Ja, en dan komen ze langs me. GG. 5e. 8e, man. Iedereen rijdt echt bij elkaar gewoon, man. Ja, kijk mij daarachter in mijn eentje leugen, Lem. Lekker. Nee, niet lekker. Dat is een teringboom. Ja, je bent er alweer bijna, man. Bijna? Ik lig godverdomme een heel stuk achter, man. Ja, dat is toch best wel bijna. Ik had nou wel contact moeten aanzetten, dan had iedereen gebeukt geworden. Oh, hier crashte. Ja, heel veel mensen crashen in die bocht, man. Gelukkig. Erik. Waarom gaan mijn T20 zo langzaam, jongen? Ik ben 10e! Dan gaan mijn ketchup toch aan of zo? Ebola. Zo! Allemaal mensen exploderen. Ah, thanks man, nu rijd ik 4e. En ik word weer gelanceerd. Wat is dit er dan? Staan allemaal er staan hier allemaal auto's in de bocht. Angelo rijdt weer eerst hoor. Nu gaan we de stairway. Of ja, stairway. Een soort van vliegachtig ding. Vliegen. Oké, erop. Ik rijd eerst, Mattie. Nee, man! Oh, ik explodeer tegen het gebouw aan. For fuck's sake. Ja, ah, ik ga weer scheef. Wie heeft hem gehaald? Volgens mij iedereen. Huh? Wat doe jij, kill? Ik plul er weer, hè? Wat is dit nou dan? Ja hoor. Jongen, GTA stress me echt deze dagen, jongen. Kom op. Nee, doe ik het weer hoor. Ik rijd tegen ik heb hem gecheat, geloof ik. Oké, ik ga first person proberen. Ja, mensen hebben hem al gehaald, hoe dan? Ja, geen idee. Joh. Uit first person. Ja, ik kan net zo goed respawnen. Ik word echt tanto gek in deze game. Jongen. Ja hoor, GG. Ewa, kom op nu, doorgaan. Are you kidding me? Nee. Ik heb hem maar ik rij 6. Nee. What happened? GTA! Are you fucking kidding me? Hey, dan maar cheat hoor. I am done. Dag, ik ben klaar. Simon, ja. Ik rijd door de fucking checkpoint heen. Dat is mooi aids. Ja, ik rijd 6e man. Nee, dit is niet onze race. Probleem, mijn auto weer om, wat is dit nou dan? Ja, ik rijd ook ver achter, jongen. 1 minuut. Ja, ik ken hem wel nu. Van Moussa is de beste. Ja, ik ben nu pas in lab 2, mensen rijden me al voorbij. Wat is deze man? Serieus? Nee, joh, mensen... Ja.
Het staat nergens om aan dit. Zijn mensen op dat gebouw? Ja, weet niet. Maar wel, ja, kijk dan. Angelo rijdt nu eens, man. Hoeveel ze lig jij? Zesde. Ah, je ligt één plek voor me, man. Ja, ik zie echt... Erg, waar slaat het dan, man? Ik ga nu het eerste gebouw opspringen. Ja, hier, fucking hell, ze hebben zijn nog failures. Ik zweer, als ik hem nu in één keer haal, dan gooi ik mijn controller zo tanto hard neer. Dan moet ik morgen een nieuwe kopen, ik zweer het je. Ik ga nog DNF krijgen ook. Ik rijd Angelo, man. Wat is dat voor aids? Ik blaas gewoon weer op. Ik ben er zo hard gewoon aan het concentreren. Ja, DNF. Kom op, jong. Ik hoop dat ik hem nog even snel haal. Want ja, ik kan niet meer halen. DNF staat echt allemaal lelijk gewoon. Jongen. Ik moet hem nu voor... Fuck you, Erik! Of alles moet nu goed gaan. Ik heb weer een 10, ja. Ik blaas weer op. Zo lelijk. Ja joh, rij er nog een keer vanaf joh. Ja. Dag met mijn controller. Ik heb het je gezegd, oprotten. Hij ligt ergens hier op de grond. Jongens, ik hoop jullie te gaan zien bij race nummer 4. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Jullie hebben een puntje erbij natuurlijk. Jullie zijn voor ons op dit moment. Maar ik word gewoon zo hard geduid door GTA. Is niet meer normaal. Oké, welkom terug bij de laatste race. En deze race heeft iemand mij toegestuurd via Twitter. En even snel onze proximity mines en sticky bombs kopen, zodat we die lekker kunnen gaan gooien tegen iedereen. Maar, dit is een soort van half vijf of iets, dat had ik gezien op Twitter. Ik had hem even snel gedownload en ik heb hem in de playlist gegooid. En ik ben wel benieuwd wat dit is, Simon, jij? Man, half vijf, ik ben benieuwd, ja. Het is wel non-contact, dus dat is op zich wel gek. Nee, het is geen non-contact, hè. Je zegt dus geen non-contact. Oh, of ik zou het vliegen, ik weet niet eens meer. We gaan kijken of we natuurlijk even nu een keer eerst kunnen worden, want ja, kap met beuken jullie. Iedereen beukt voor mij, ja. Ik ga één stikje gooien dadelijk. Ik rij eerste, wat bijzonder joh. Zo, de wrakken vliegen gewoon. What the fuck, gek! Jongen. Jongen, blaas even iedereen op, man. Kut leven, pek. Wat een bal is het ook, hè. Dit is niet gezond, joh. Kijk hoeveel bommen. Ah, mensen gaan hier sowieso opgeblazen worden dan. Ja, mensen proberen mij ook op te blazen, zo. Gedraagjes, Mika. Fuck you. Ja, die Mika is wel echt een beetje irritant, man. Echt een balletje. Perfect landing? Nee. Dat niet, maar... Oké, de halfpipe kan nog alles veranderen, dus ja. Denk ik. Kom op, land weer in de halfpipe. Kijk deze chaos, man. Waar is de volgende? Hey, waarom haalt iedereen hem? Oh, kijk, daar is de volgende. Oh, ik heb de volgende checkpoint. En ik blaas op. Oh my god. Oh, dit is zo hinderlijk. Fuck. Echt derde, kom op, Jess. Nee, ik haal die checkpoint ook weer niet. Waar is de checkpoint? Weet ik niet. Zijn mensen al gefinished? Nee toch? Man. Yes, goede landing op zich. Nee, weer niet. Eet Bola. Oh, dit is een mooie landing. Ik sta derde, kom op. Nee, kut, ik stap ongeluk uit. Jee. Ah, nee joh! We zijn weer als eerste gefinished, man. Nou, wat een bout. Kanonnen zeg. Nou, ik ben gewoon derde geworden. Ik word gewoon derde. Ik ga proximity bij die finish neerpleuren. Wil jij niet weten?
Ik ben nog ineens 1, door die halfpipe, man. 2, 3, 4, 5. Hier, alsjeblieft. Jullie hebben gewoon alles deze playlist gewonnen. Holy shit. Dat komt misschien omdat ik net terug ben naar Parijs. Dat ik niet goed GTA kan spelen. Ik heb geen idee. Maar, mocht je natuurlijk wel gelukkig hebben deze GTA 5 weer aflevering. Van de Franchise Subs aflevering. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. 100 likes is volgende week weer een nieuwe aflevering. Die we gaan opnemen natuurlijk. Dus, ik bedank jullie heel erg voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie weer te zien. Bij de video van morgen. Dus tot de volgende keer mensen. Later.